Opvallendste afwezige bij Veendam is Paul Matthijs vanwege een blessure. En bij FC Groningen is Femi weer terug van vakantie. De wedstrijd gaat in het begin gelijk op met aan beide kanten ongeveer evenveel gevaar. Hier een grote kans voor Tjeerd Korf. En de voorzet kwam van Anko Jansen. Dan de aanval van FC Groningen. Hier Danny Holla aan de basis. 1-2 van Garcia met Van der Laak. En dan Garcia met een prachtig paasje op Serhat Koç. En hij schiet net naast. De man was wel weer gedreven en maakte een goede indruk. Even later dan, wederom FC Groningen, Danny Post. Legt hem opzij op Koç. En wat doet hij ermee? Een prachtig doelpunt. Onderkant lat. De kleine man uit Eindhoven blijft opvallen in het team van Ron Jans. Maandag in onze sportuitzending meer over Koç. In de tweede helft wordt het verschil steeds groter in het voordeel van FC Groningen. Met veel jongelingen zoals Darryl Lachman hier met een mooi schot. Hij mag zich bewijzen in de voorbereiding die eerder begonnen is voor FC Groningen. Vandaar dat ze conditioneel wat verder zijn. Dus ook meer aanvallen. Gewoon sterker zijn. Opnieuw de aanval van FC Groningen. Van der Laak. Dan Frank Olijven legt opzij op Jeffrey Rijsdijk. En hij schiet hem loeihard binnen. De belofte die over is gekomen van Sparta weet eigenlijk ook wel dat FC Groningen gewoon moet winnen vandaag. We trainen een weekje lang en in dat weekje kan je veel doen. Goede conditie opbouwen. En we hebben van tevoren afgesproken dat we gewoon alles zouden geven en van Veendam zouden winnen. Eigenlijk is dan alleen nog de vraag, wat wordt de uitslag? Opnieuw de aanval via Rijsdijk. Deze keer legt hij hem goed af op Frank Olijven. En nu is de combinatie andersom en mag Olijven dus scoren. Dan nog één aanval van Tim Matafs. Hij mocht nog een kwartiertje meedoen, ondanks een lichte blessure. Maar hij is net niet succesvol. Zo wendt FC Groningen in tegenstelling tot voorgaande jaren eenvoudig de derby. En kan Veendam nog even aan de bak wat betreft de conditie. Het scheelt wel behoorlijk hoor. Plus natuurlijk gepaard met de kwaliteit die Groningen meer heeft dan die van de BV. Ja, is het niet die wedstrijd geworden waar mensen het van verwachten, die derby. Nou, maar dat is ook vrij logisch lijkt me. Ron Jans, het moet een goed gevoel geven denk ik om te winnen van de angstgegner in de voorbereiding. Ja, dit belooft wel heel veel voor dit seizoen. Want als we in de voorbereiding al van Veendam gaan winnen, ja, dat is een ervaring. Meestal was het andersom. En, nou, het was vandaag ook wel een terechte uitslag, dacht ik.